Beeldtekst. Hans en Grietje integraal toegankelijk op 5 september 2012 om 15 uur in de Schouwburg van NT Gent. Op de achtergrond twee mannen verkleed als Hans in short en Grietje in rode jurk. Wim Oproek. Hooggeëerd, geacht publiek. Ik spreek tot u in naam van alle medewerkers van het NT Gent. En in naam van al die medewerkers heet ik u allemaal, van de eerste tot de laatste, hartelijk en dat hartelijk welkom, dat bedoelen we heel letterlijk. U bent allemaal welkom. Wij maken sommige van onze voorstellingen, beste publiek, maken wij integraal toegankelijk. Zo ook de voorstelling Hans en Grietje. Komt u met de rolstoel, bent u slechthorend, bent u slechtziend of blind, komt u met een geleidehond. U bent allemaal welkom. Voor iedereen hebben wij een oplossing bedacht en reiken wij u graag aan, zodat u allemaal, geacht publiek, van onze voorstelling kunt genieten. Dus kom in ieder geval af naar Hans en Grietje, Hänsel und Gretel. U bent van harte welkom. Drie mannen, nu in witte overal en met haar netje zingen. Ze doen bandwerk in een Lotus koekjesfabriek. Terwijl de ene met zijn ogen rolt, begint de ander te kniezen. Voor rolstoelgebruikers is er een helling en zijn er voorbehouden plaatsen in de zaal. Hulphonden zijn uiteraard welkom. Voor blinde en slechtziende personen is er audiodescriptie. Een verbale beschrijving van wat er op de scène gebeurt, met om 14 uur een aangepaste inleiding. Een heks fietst als bezeten rond in de fabriek. Later zingen Hans en Grietje een lied voor. Het publiek zingt mee. Voor personen die slechthorend of doof zijn, is er een ringleiding, boventiteling en tolken Vlaamse gebarentaal. Er zijn tevens voelstoelen die geluid omzetten in trillingen en een aanvullende rol spelen bij het tolken. Ook de algemene inleiding vooraf wordt getolkt. De heks buigt met haar vrattenneus over een slapende Hans en Grietje. Ze danst wild rond en vangt Hans in een kooi. Die slaat hulpeloos zijn handen rond het traliewerk. Terwijl de heks een hapje eet, probeert een van de mannen uit alle macht de tralies van de kooi open te trekken. Hans is bevrijd en hij slaat de heks met een koekendoos op haar kop en tegen haar billen. De heks tuimelt verdwaasd in elkaar. Voor mensen met een verstandelijke beperking geeft een aangepaste inleiding om 2:15 meer duiding. Voor wie extra hulp nodig heeft, wordt assistentie van en naar het station en tijdens het namiddagprogramma aangeboden. De drie mannen zingen en het publiek klapt uitbundig mee. Beeldtekst Hans en Grietje integraal toegankelijk op 5 september 2012 om 15 uur in de Schouwburg van NT Gent. Reserveren via 09-225-0101 of tickets@ntgent.be. In samenwerking met de Stad Gent, Dienst Cultuurparticipatie en Celpersonen met een handicap.